Konruit biedt u het hele jaar door verschillende soorten aardappelen van Bonnie Selection. Op dit moment vindt u in de winkel Bewaaraardappelen. Die worden in september in vol seizoen geoogst en zoals uw naam doet vermoeden, kan u ze lang bewaren. Er zijn twee soorten bewaaraardappelen. Vastkokende aardappelen zoals Nicola, Charlotte, Franceline, Corne de Gat en Belle de Fontenay blijven goed stevig bij het koken. Bloemige aardappelen bevatten meer zetmeel en hebben daardoor een zachter en meliger vruchtvlees. De meest bekende soort is het bintje. Op de verpakking staat altijd vermeld of ze vastkokend of bloemig zijn. Een handige nieuwigheid in ons assortiment aardappelen is de aardappelbox met 2,5 kg vastkokende en 2,5 kg bloemige aardappelen. Zo hebt u voor verschillende gerechten altijd de geschikte aardappelen in huis. De box is hersluitbaar waardoor de aardappelen in het donker blijven en dus beter bewaren. Aardappelen zijn een bron van vezels, vitamine C en B6 en kalium. Bewaar ze op een koele en donkere plaats. Vastkokende aardappelen zijn ideaal voor bereidingen waarin ze hun stevigheid moeten behouden. U kan ze bijvoorbeeld stomen of koken. Doe de aardappelen pas in het water als het al kookt, zo behouden ze beter hun vitamines. Als u ze daarna wil bakken, snij ze dan eerst in kleine blokjes. Enkele minuutjes in de pan met wat vetstof, goed kruiden met peper en zout en andere kruiden naar keuze en klaar. Ook in een slaatje kan u gekookte of gebakken blokjes aardappel verwerken. Meng met schijfjes pastinaak, spekreepjes, kerstomaatjes en room en werk af met fijn gesnipperd bieslook en kruiden. Een lekkere maaltijdsalade, zowel warm als koud. Voor een gratin wast u de aardappelen het best voor u ze in schijfjes snijdt. Het zetmeel dat bij het snijden vrijkomt is een goed bindmiddel. Schik de aardappelschijfjes in een ovenschotel, kruid met noodmuskaat, peper en zout en giet er een mengeling van room en melk over. Werk af met gemalen kaas. Een uurtje in de oven en u hebt een heerlijk bijgerecht. Bloemige aardappelen zijn dan weer ideaal voor puree. Voeg melk, boter en eigeel toe en breng op smaak met nootmuskaat, peper en zout. U kan de puree ook gratineren. Bedek hem met een laagje paneermeel, verdeel er wat boter over en zet enkele minuten in de oven op 200 graden voor een lekker krokant korstje. En ook om frietjes te maken, knapperig van buiten en zacht van binnen, neemt u het best bloemige aardappelen. Spoel de gesneden aardappelen af zodat ze niet aan elkaar kleven. Dep ze daarna zorgvuldig droog. Frituur de frietjes in twee beurten tot ze mooi goudbruin zijn. Op onze website Lekker koken vindt u nog meer ideeën met aardappelen. Ideaal om nieuwe manieren te ontdekken om ze te gebruiken in de keuken.